Maar goed, ik moet de minister wacht op mij, dus ik heb maar, kan maar drie vragen beantwoorden. Dus in ieder geval, de minister van NH en de deskundigen die dat hebben berekend, de minister is hierboven, ik zal hem straks voor jullie sturen, die kan in details gaan. In ieder geval, het besluit was, is genomen, is dat de sociaal zwakke huishouding, dat, die dat kerk niet hoeft te betalen. Ja? Dat betekent dat als je verhoging... 300 SRD is dus 500 SRD, dat de overheid dat stukje opvangt. Dus dat is duidelijk gezegd voordat die besluit is genomen. Dat die sociaal zwakkeren, die worden gelist. En dat wanneer je normaal 400 betaalt en is nu geworden 750, dat het verschil door de overheid wordt betaald. Dat is duidelijk vastgesteld. Dus... Misschien in de samenleving ga je horen, het tarief is verhoogd. Voor de brede schouder wel, maar voor de sociaal zwakkeren is rekening gehouden dat de overheid het verschil voor deze mensen gaat betalen. En wat het prijs zijn er straks de prijzen in de winkels? Want als het de regering 3+ jaar niet is gelukt, vindt hij, om de prijs onder controle te houden, hoe gaat het dan nu moeten? In ieder geval, er zijn nu voorbereidingen. Getroffen door de desbetreffende minister om te kijken om straks de controle uit te voeren. En wat zal dat betekenen voor de mensen in het binnenland die 3 en 4 en 5 maal duurder betalen? We zijn dat al gewend. We betalen altijd 3 maal. Dus, maar dat is het. Dus, al ga je zeggen van die mensen in het binnenland, wij betalen altijd zoveel. Als nu de boot bijvoorbeeld een trip, als je berekent een trip, je koopt een zak rijst hier bijvoorbeeld voor 1000 SRD. En wanneer je het krijgt op Godolo, dan wordt die aantal gasoline die is verbruikt, maar ook onderweg bij Futupassi, hoeveel mensen je moet betalen om te showen, om weer uiteindelijk Godolo te bereiken, dan weet je wat erop staat. Dat betekent dat wanneer dit tot de verleden moet gaan behoren, dat betekent dat de overheid al deze kosten op zich moet nemen. En we zijn bezig met die studie, hoe wij dat gaan doen om die goederen zoveel mogelijk, zo diep mogelijk in het binnenland te brengen met dezelfde prijs in Paramaribo. Maar dat is ons nog niet gelukt. En Suriname is de afgelopen dagen toch wel afgestrekt met hele grote drugsvangsten, PP. En het krijgt alleen maar internationaal hier steeds een slechtere naam. Ook een reactie van u hierop als PP, kijkt u als tweede man naar deze soort zaken. Dat is zorgwekkend. Als u kijkt wat er is gebeurd de laatste tijd. En vooral die ons ook de schrik heeft ingejaagd. Dat van de toestel waar mensen zonder na te denken voor alle gevaar van die mensenleven die zou kunnen kosten. Om ook daar onverantwoordelijk spullen te gaan zetten waar computers zijn. Waar ik onvoorstelbaar, ik kan dat niet beschrijven, dat iemand zo, je wil geld hebben en ten koste van alles, dat zoveel mensen dood kunnen gaan, je hoort niet eens te rekenen daarmee. Maar wat betreft die grote drugsvangst, je moet weten dat deze regering zich heel veel zorgen maakt hieromtrent. En er is een veiligheidsmeeting hierover gehouden, daarover kan ik niet heel veel zeggen. Maar er worden al nu modellen ontwikkeld, om de controle, want dan zie je dat er heel veel cocaïne binnen wordt gesmokkeld. Om die controle effectief, zo effectief mogelijk te maken, die veiligheidsdiensten zijn bij elkaar gekomen en zijn modellen uitgewerkt. Dat kan ik niet hier kunnen zeggen, maar dat baart ons heel veel zorgen. Niet alleen nationaal, maar internationaal krijgen we schande, wat dat betreft. Opgenomen dat de 56.000 hectare dat door het ministerie nog
kijk, bij mij gaat het om als het gaat over 560.000 hectare. Als die inderdaad effectief gebruikt gaat worden voor landbouwproducten, we willen productie hebben. Ja, ik sta niet afwijkend daartegen, maar in ieder geval moeten we zien dat dit gebruikt wordt voor productie. Dat wij gaan echt gaan planten, dat wij agrarische doeleinden en dat we dat inderdaad gaan doen. Ja, maar iedereen heeft zijn mening. En het was een goed recht, maar hij heeft niet bij mij gedeponeerd, het is wel bij de president. Dus als je meer vragen hebt, kun je dan bij de president wezen. Maar ik zeg, er moet grond gereserveerd worden. Als je naar Brazilië gaat, is het kilometers alleen maar aan mais, alleen maar aan dit. Dat moeten we ook in Suriname hebben. Dus het idee om dat te reserveren is goed. Ja, maar niet om te gaan geven aan mensen of te gaan verkopen of gaan speculeren. Dat gaat de minister ook niet doen. Daarom is het gegeven aan een ministerie. Het is niet gegeven aan een stichting of een NV. Ja? Het ministerie weet hoe verantwoordelijk hij om moet gaan met dit vraagstuk. Maar wij willen grote dingen gaan doen. En als het goed is en het komt goed uit, laten we ook grote arealen planten in Suriname. Dus wat dat betreft kan ik u zeggen dat ik niet afwijzend sta. Ja? Maar wanneer mensen zo gaan om een gewone NV die gaat speculeren om te verkopen, dan zou ik echt daar tegen zijn. Dank u wel. Goed. Even, VB, nog een